Ik ben echt heel benieuwd hoe mijn moeder dan gaat doen. Ik heb geen idee. Dit was best cool. Dat ik, gewoon naar... ik vind het vaak wel gewoon fijn om vroeg op te staan. Nou, dit was hem. Verder dan dit komen we niet, jongens. Maar wat moet ik doen als eerst? 1, 2, 3, fuck it. Superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. En in deze video, jongens, ik heb dit 1 keer eerder gedaan, volgens mij. Toen ging ik ook allemaal populaire TikToks namaken. En in deze video ga ik dus ook allemaal TikToks namaken. Gewoon wat nu eigenlijk op TikTok, wat je telkens voorbij ziet komen, ga ik gewoon nadoen of proberen te doen. Ik zie ook vaak van die, ja, een soort van een beetje trends en zo. Dus ik ga het gewoon allemaal doen in deze video. Ik heb er heel veel zin in. Ik heb een aantal TikToks verzameld. En ja, als je er zin in hebt, kijk dan gewoon lekker verder. Oh ja, en voordat deze video begint, wil ik ook even zeggen dat deze video in meerdere dagen is opgenomen, zodat het ook echt leuk bij de tijd past, de TikTok echt bij wat je aan het doen bent of waar je bent. Dus het is niet in 1 dag gefilmd. Nou jongens, ik dacht, we beginnen gelijk gewoon even met een makkelijke. Eventjes een inkomertje. Ik heb er 1. En dat is namelijk dit liedje. Dus, ik ga wat dit meisje doet, namaken. Op zich moet dit wel lukken, denk ik. Ik ga even kijken. Dat is het. Oké, wacht. Nog een keer. Nou, we gaan het gewoon doen. Kijken of ik er magolisch uitzie. Oké, ik ga doen. Oh mijn god, volgens mij ging hij al gelijk goed. Oké, hij kan nog wel 1 keer beter. Kut, Kelvin belt me. Yo, dit is de maandelijkse call zeker. Kut, Kelvin, met een TikTok verpest. Grapje. Maar goed, we gaan het wel even opnieuw doen. Oké, hij is goed, denk ik. Ik ga kijken. Dit is een porno, jongens. Het was een soort dansje en ik zie het niet de hele tijd op TikTok dat iedereen dat doet. Dus ik ging die ook even doen. Mooie eerste TikTok. Ik kan toch niet kan? Tuurlijk kan je het wel. We moeten eerst samen in het beeld. En daarna doen we Michael Jackson naar mijn bieden. Wie doet die? Ja, maar doe eens even wat ik moet doen. Oh, zou ik het laten zien? Ja, dat kan wel. Michael Jackson naar mijn bieden. Game undefeated. She look good in that bikini. But the winner is my favorite. Wie ben ik? Jij bent die jongen, oké? Maar wat moet ik doen als eerst? Michael Jackson, I'ma beat it. Game undefeated. She look good in that bikini, but the winter time, my favorite season. Frost. She gon' drop it in reverse. I'm Millie Rocket in reverse. Yeah. Dat was dus de 2e TikTok. En dat is dus, ja, je moet hem eigenlijk met je beste vriend of vriendin doen. Ik heb met Jordi gedaan, nou, ik kan niet meer. Oké, nou, jongens. Ik zie dus de laatste tijd echt fucking vaak op TikTok. Ja, een soort challenge. Nou ja, gewoon een soort prank eigenlijk. Die ze dan op hun ouders doen. En dan gaan ze zeg maar hun morning routine vertellen. En dan vet overdreven. Dus ik kom 6 uur op, lalalala. Ik ben echt heel benieuwd wat mijn moeder dan gaat doen. Ze is nu net thuis. Ik ga straks naar beneden. En ik ga zeggen van ja, ik moet voor school, moet ik mijn ochtendroutine vertellen en zo. Met deze TikTok heb ik echt alle meeste zin van allemaal. Ik moet een filmpje maken voor school. Voor dagstart of zo is dat wat ik moet vertellen wat ik in de ochtend doe en zo. Maar ik dacht, ik film het gewoon op mijn camera en op mijn telefoon en dan kijk ik wel... Welke ik stuur. Nou, hoe helemaal. Ik moet in dit filmpje vertellen wat ik allemaal in de ochtend doe. Dit is mijn moeder. Ten eerste, meestal gaat mijn wekker na 6 uur of 6:30 of zo.
Dan ga ik mijn bed uit. Ik vind het vaak wel gewoon fijn om vroeg op te staan. En als de rest nog niet wakker is, maak ik even een ontbijtje voor iedereen. Dan gaan we gezamenlijk ontbijten. Ook help ik mijn moeder heel veel in huis. Want die is werken vaak de hele dag. Vaak de hond uitlaten en de was doen en de vaatwasser. En dat heb ik eigenlijk ook altijd gedaan voordat ze terugkomt. Ja, dat is het eigenlijk. Love it, yeah. Leuk, ik niet. Het was ook geen schoolontbrand. Dit is voor de TikTok video. Ik dacht heel dat je er doorheen ging praten. Ofzo. Jij blijft best wel goed in rol. Nou jongens, ik had mijn telefoon er dus even naast gezet. Zodat jullie het ook konden zien. Dus daarom kijken we de hele tijd naar de telefoon. Ik had eigenlijk verwacht dat ze er wel een beetje doorheen zou praten ofzo. Maar ze bleef gewoon helemaal stil. Helemaal goed in de rol dus. Ik heb oprecht geen idee waarom ik op de trap zit. Het is wel tijd voor een nieuwe TikTok. Ik heb dus deze dood gezien op mijn TikTok. Namelijk dit liedje. En dan doen ze dus eerst met je wenkbrauwen omhoog. Wacht. En dan met je ogen naar beneden. Zoiets. Het is in ieder geval eerst met je wenkbrauwen, dan je ogen naar beneden en dan je lippen. Zo. Ja, dat is een hele trend op TikTok. En ik doe het stiekem echt de hele dag door. Op zich is het hier best wel simpel, dus we gaan... Ik ga het nu doen. Nou, deze moet echt nog weer. Ik ga kijken. Deze is best wel goed. Weet je, het ging gewoon even om het idee. Ik kan het wel. Het is vandaag echt mega mooi weer. 21 graden of zo. Maar ik moet vet veel leren voor mijn toetsweek. Dus ik ben eigenlijk best wel druk met leren. Maar ik heb dus een sound gezien op TikTok. Ja, dat is een klote leven eigenlijk. Er is toch geen kwaliteitsleven meer. Jezus. Dus ik ga die opnemen en dan een soort van... Ja, het is een soort van eigenlijk een beetje een meme. Ja, super grappige meme. Maar dan ga ik erbij zetten wanneer het 21 graden is, maar je er niet van kan genieten omdat je heel veel moet leren. Zoiets. Iets in die richting. Nou, ik moet hem even nog een keer doen, want ik wist de tekst niet zo goed. We hebben een klote leven eigenlijk. Er is toch geen kwaliteitsleven meer. Jezus. Oké, okay, hij is gelukt. Ik ga nu erbij zetten. Omdat je toetsweek hebt, maar ik heb volgende week toetsweek, maar het gaat om het idee. You know. Oké, okay, jongens. Oh. Ik ben hier met Lieva. Maar gewoon wat. We gaan een TikTok maken, maar het is echt een heel moeilijk dansje. Nou, we weten het een soort van. Oftewel, eigenlijk helemaal niet. Maar, maakt niet uit. We gaan het gewoon doen. My bestie and your bestie. Sit down by the fire. Your bestie says you want parties. Make these flames go higher. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, I go, I'm it. Talking more than I'm it. Talking more than I'm it. Start my truck, it's all jumping. Here we go together. Let's go. Waarom kunnen wij dit niet gewoon? Wat is het einde ook alweer? Wat doe jij zo? Kom op, vroeger hebben wij serieus echt 3 uur gedaan aan Lisa en Lena TikToks namaken. En ons lukt niet eens een fucking dansje te doen. Nog een keertje. Nou, een paar sessies verder hebben we nog steeds niet. Echt? Maar goed, we gaan door. Nou, dit was hem. Verder dan dit komen we niet, jongens. Schei uit met die kut. Nou, jongens, dit is serieus het beste wat we hebben kunnen doen. Dus, dit is onze TikTok geworden. My bestie and your bestie, sit down by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chokin mo fina, anane. Chokin mo fina, ne. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you life don't get no better. Talking about hey now. Hey now. Hey now. Hey now. I go, I go, I need. Ooit mijn leven gepost, ik vermoord. Dit komt sowieso in de vlog.
nog? Nou jongens, Maite is net terug uit Spanje. Enige waar ik nog geen TikTok mee heb gemaakt. Beste TikToker. En oh, ik heb in deze video ook nog niet echt een dansje gedaan. Dit is wel echt een dansje die we gaan doen. Oké, okay, ben je er klaar voor? Ja, denk het. Ja? Maar je moet maar we moeten ook leren eerst even. Zie jij even met de TikTok, ja? Oké, okay, we hebben er eentje gevonden. Maar ik maak er een beetje een eigen versie van hoor. Want ik denk ik ook denk ik. Hold on. Ik kan ook een check. Ja, pull up energy. 3, 3, 5, 4, check. Ik kan ook een achtergrond dansen. Ja, ja, doe je. Dan doe ik gewoon na wat jij doet, maar dan doe ik zo van de tweede versie. Ja, precies. Ja. Ik heb geen idee. Dit was best cool dat ik gewoon naar jou deed. Hold on. Let me catch my breath. Yeah. Let me count these checks. Flex on my ex. Yeah. I don't got no respect. Break up in the text. Pull up in the G. Ik kom mijn kamer binnen. Ik bedoel, Maite de kamer binnen. Alle kleding van de collectie hier. Maite heeft het dus ook gewoon in een maatje 16. Helemaal leuk. In ieder geval jongens, dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat ook even in de reacties weten wat voor TikToks ik de volgende keer moet nadoen. Of jullie dit leuk vonden om te zien. Zodat ik dit vaker moet doen. En nou ja, dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!